De Schoolschrijver is in 2010 opgericht om kinderen taalsterk te maken en daarmee klaar voor de toekomst. Dat doen we door kinderboekenschrijvers langdurig aan basisscholen te koppelen als een soort van gastschrijver. De kinderen ontdekken de taal eigenlijk opnieuw. Ze gaan ervan genieten, ze leren ermee spelen. En spelen en creativiteit zijn een voorwaarde om je taal te ontwikkelen. De Schoolschrijver is behalve ontzettend leuk en inspirerend ook heel hard nodig. Want de feiten zijn dat 25% van de kinderen de basisschool met een taalachterstand van 2 jaar verlaat. Een ander feit is dat op dit moment 12% van de Nederlanders boven de 13 in de categorie laaggeletterd vallen. En wat wij proberen is deze generatie kinderen voor dat drama te behoeden. Wij zouden die 5000 euro ontzettend goed kunnen gebruiken. Vorig jaar hebben we een pilot gehouden met nieuwkomen kinderen, vluchtelingkinderen in Haarlem. Uit de evaluatie blijkt dat de Schoolschrijver ook bij deze doelgroep van toegevoegde waarde is. Wij willen ons lesaanbod nog beter laten aansluiten bij deze doelgroep kinderen. Op dit moment is ons bereik 50 basisscholen, maar wij willen dat opschalen naar 650 basisscholen. Wij realiseren ons dat wij als maatschappelijke organisatie ook op zoek moeten gaan naar andere financieringsvormen dan die van externe geldgevers zoals overheden en fondsen. Wij hopen dat het Dream Team met ons mee wil denken over nieuwe passende financieringsvormen voor de Schoolschrijver.